1, 2, 1, 2, dames en heren, we zijn helemaal klaar. We hebben ons stukje gedaan, wat we vorige keer hebben besloten om te doen. Ik heb getankt. We gaan gewoon naar Hongarije toe. Een nieuw gebied, een nieuw land. We gaan iets vets ontdekken. Ik zie jou terug na het intro. Woo! Let's go, vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met een goede beurtje-chauffeur! Yeah! Jeetje! Meneer, de intro haperde. Nou, sorry. Excuusie voor. We gaan hem dadelijk nog wel een keer draaien. Ja, dan komt dat het Euro Truck Simulator natuurlijk wel een zwaar spel is. Blijkbaar. Zwaarder dan Battlefield 3, denk ik dan maar. Oh, sorry. Het begint al lekker. Die auto liet ik er net door. En ik ben voorzien van drinken. Ik heb bij dat station heb ik stiekem drinken gehaald. Hier zo. Heerlijk, in mijn cabine heb ik hem liggen. Hier op een plateautje. En ik heb een heerlijke mergpijp gehaald. Alleen ik weet niet waar die is. Oh, die ligt achter me. Oké, okay, mooi zo. Nou, tof. Dus we hebben lekker... Het is ochtend. Het is net... Ik doe even mijn lichten aan, doe voor de zekerheid. Het is bijna 6 uur in de morgen. Het zonnetje komt op. De lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw. Hè, dat kennen we allemaal. Waarschijnlijk als ik dit nieuws vertel is het alweer oud nieuws. Maar wat ik pas heb gehoord is dat Teletubbies weer een 60 of 30 afleveringen, nieuwe afleveringen krijgt. Teletubbies CGI. Dus dat betekent dus dat we dus Teletubbies met 3D kunnen zien. Dus geen poppen meer, ouderwetse poppen, maar allemaal CGI. Dat is allemaal computeranimatie. Hartstikke gaaf. Nou ja, ik ga er niet naar kijken. Ik zou het wel willen zien, want ik ben toch benieuwd hoe ze het gaan doen. Maar ja, ik heb dat oude vertrouwde Teletubbies vond ik toch wel gaaf met die mooie weiland. Weilanden. Het was eigenlijk één groot weiland en dat werd gebruikt voor die Teletubbies. Sorry. Je hebt wel ergens een making-of. Dat is gaaf. Dan zie je hoe ze dat allemaal hebben geplant. En dat ze allemaal van die beesten loslaten. Van die konijntjes en zo. En van die wasberen. Nou, die komen er niet voor. Maar gewoon dieren en zo. Ik heb trek in die mergpijp. Ik ga proberen om de mergpijp heerlijk op te kanen. Terwijl ik aan het rijden ben, dan kunnen we laten zien dat mannen gewoon twee dingen tegelijk kunnen. Oké, ik scheur nu het pakket open uit mijn hoofd. En ik heb hem te pakken. Yes, ik heb hem. Kijk, een heerlijke mergpijp. Een echte Duitse mergpijp. Smaakt perfect. We gaan hier naar links. Kunnen we naar links? Ja, nu wel. Zo, mooie wagen trouwens. Mooi. Mooie spoiler. Ja. Dat is een verrukkelijk lekker mergpijpje, jongens. Dat is echt een verrukkelijk mergpijpje. Ik neem de speed wat af. Ik mag hier maar 40. Dus ik ga met 41 ga ik de bocht op. Want we verliezen sowieso weer speed als we naar boven gaan. Zo, ik neem een mooie bochtje. Ik probeer een beetje op de weg te blijven met mijn vrachtwagen. Dat is al zo netjes dat ik niet het gras kapot rijd. Ik denk dat dat zo ook wel gelukt met deze prachtige bocht die Vincent aan het doen is. Ik zet mijn licht uit. Is niet meer nodig. Het is al bijna 7 uur. Het is kei licht. Ik zie nog wel kleine sterretjes aan de hemel. Als je goed kijkt zie je ze wel. Maar de wolken komen alweer en de zon komt er weer aan. Ik vind het heerlijk. Teletubbies komt eraan. Het is altijd wel zo duur bij die benzinestations en bij die winkeltjes langs de weg. Ik betaalde voor die mergpijp 2 euro. Dat vind ik duur. Daar hebben we bij de Albert Heijn zo'n heel pakketten van. Het is altijd zo duur. Het is altijd zo duur. Drink ook. Ik heb toevallig een glas, dus ik kan af en toe. Ik heb siroop bij me hoor. Dat je niet denkt van hij koopt ook in een glas bij me. Het is allemaal heel raar. Misschien, maar ik neem altijd een glas mee en siroop. En dan vul ik het gewoon met water. Of ik koop gewoon een flesje of vul hem in de wc met water, weet je wel. Dat kan ook. Is wat goedkoper, weet je wel. Anders moet ik elke keer van die flesjes halen. En nu kan ik gewoon lekker drinken. Het was ook niet makkelijk om een perfecte, geschikte vrachtwagen te zoeken voor al mijn zooi. Want ik heb hier overal zooi liggen. Mijn webcam moest goed staan, weet je wel. Voor mij te kunnen opnemen in de vrachtwagen. En ja. Het is gewoon kei gaaf, jongen. Pardon. Ja, mijn rem die werkt af en toe een beetje raar.
Een scharniertje is dat. Ik kan niks aan doen. Maar excuseer, ik ga weer even een napje nemen, want echt. Formidabele. Oh, ik ben in Duitsland, shit. Formidabele. Das formidable, das formidable. Ich bin formidabel. Wat ik wel stiekem hoop, en wat ik eigenlijk wel een beetje met jullie plechtig wil beloven, dat is het volgende. En daar wil ik me aan houden. Ik wil me er 100% aan houden. Dat wij hopelijk in deze aflevering, gewoon, we komen sowieso in Hongarije. Dat ga ik sowieso zeggen. Trouwens, de weg is ook helemaal anders, apart. We komen in Hongarije, maar ik wil ook heel graag de vracht brengen in Hongarije. Ik wil heel graag dat ik gewoon kan zeggen van Vincent, in deze aflevering kan ik gewoon heerlijk die vracht gaan leveren. En kunnen wij gewoon met die 55.000 euro, kan ik gewoon weer even gaan sparen voor nieuwe zooi en zo. En kijk links jongens. Ja, ik weet niet of ik moet goed op de weg letten, want maar hier links, oh jullie zagen het waarschijnlijk al eerder. Ik merk nou al dat het gewoon een prachtige omgeving is. En ik denk dat dit geen Duitsland meer is. Ik kan stiekem even kijken. We komen inderdaad richting een nieuw stuk land. En ik denk dat dit wel inderdaad richting Bulgarije, Hongarije, ik weet het allemaal niet. Maar we komen sowieso in een, dit is een prachtig gebied. Dat zie ik nu al. Ik denk niet dat ik te hard rijd. Maar moet je kijken, fantastisch. Aan de verte zie ik alweer van die heerlijke mooie dorpjes aan de heuvel staan. En dit is waar wij op hebben gewacht. Dit is ook volgens mij ook de uitbreiding die ik heb gekocht. Going East. En ik denk dat dit er ook bij zit. Kijk, dat kerkje ook. Wat fantastisch leuk gedaan. Detailvol spel. Zeker weten. Waar je ook komt. Het is fantastisch neergezet. En dat is grote complimenten, jongens. Ik mag hier 90 km per uur. Ik zag een bordje. Dus wat ik nu ga doen, is dat ik ook echt gewoon 90 km per uur ga. Dus ik ga mijn cruise control op 90 zetten. Kijk, die auto naast me. Oh. Waarom rijdt iedereen zo zacht? Oké, rechts rijden ze zachter dan links. Links, dat klopt. Want links mag je inderdaad wat rijden. Meestal de mensen die wat harder rijden, dat klopt. Oké. Hij mag best wel een beetje doorgaan. En ook mooi die lucht links. Hè, of rechts. Moet je kijken hoe gaaf. Pardon. En zelfs dat tankstation staat, dat ziet er leuk uit zo. Tussen, fantastisch. Ik vind het heerlijk. Ik geniet nu, hè. Dat snap je al. Hier heb ik op gewacht. Kijk, dat Duitsland heb ik al 10 keer gezien. Nou, niet zo negatief, Vince. Sorry, ik ben niet negatief. Maar ik meld gewoon dat ik het 10 keer heb gezien, Duitsland. Dan heb je het ook wel gezien, weet je wel. Ik snap het niet. Ik hou mijn gas keihard ingedrukt. En ik heb dan niet een gevoel dat ik echt heel hard gaat. Maar aanrijding. Ik rij verdomme op één baan. Achterlijk, hè? Oké, ik heb mijn cruise control aangezet. Lekker cruisen. Dan kun je nog even mijn merkpijpje leeg eten. Heerlijk. Ik eet hem altijd in 3 happen op. Gewoon eerst het kontje, of eerst het hoofdstuk, dan het middelste en dan het kontje. Dan heb je gewoon goed een merkpijp gegeten. Sowieso, want als je hem heel erg in meerdelen gaat eten, dan gaan je handen extra kleven, omdat het natuurlijk wel een sappig iets is natuurlijk. Maar een beetje vochtig is die altijd, hè. Nasmakken, ja sorry, ik vind het heerlijk. Altijd nog een klein beetje marsepeinresten tussen je tanden. Dat je nog voorlopig voor de komende 10 minuten die heerlijke zoete smaak in je mel hebt. Nou, dat wil wel, joh. Ik merk heel erg dat ik nu in een dorpje rijd, in een leuk. Kijk, dat hekje ook hartstikke leuk detail voor. Ook een kleine. Dat hekje ook niet helemaal recht loopt af en toe.
En we komen in Raben. Het ziet er echt apart uit dit. En ik ben bang dat ik nu al even mijn rem ingedrukt moet houden. Want we komen nu gewoon echt in een plaats. En we komen echt langs een plaats. We mogen hier ook maar 50 km per uur. Oké, tof. Ik hou mijn remmen gewoon... Ik hou gewoon mijn gas... ja, niet ingedrukt. En dan... Wien! Leuk joh, echt leuk. Echt fantastisch. Ik druk op de M. Dan weet u waar ik zit ongeveer. Nou, het komt al... we gaan langs Bratislava. Maar we hebben Wien ontdekt. En ik hoop... Dit, waarschijnlijk wordt dit wel een wat langere aflevering. Hou er maar rekening mee. Maar ik wil sowieso even... het gaan halen. Ik wil gewoon even de map uitrijden. Oh jongens, dit is weer echt zo'n slakkengang. Ik kan er niks aan doen. We moeten echt door dit plaatsje heen. Het ziet er wel heel leuk uit, want hier ben ik nog nooit geweest. Kijk, dit ziet er wel uit als een soort file. Een soort van, het is groen en iedereen staat stil. Altijd hartstikke fijn. Dit is altijd heel leuk. Ik snap ook niet waarom ik op een rijstrook zit terwijl ik naar voren moet. En hier iedereen naar links. Oh ja, rood. Ja, ja, dan krijg je dat. Ja, 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 ja. Kijk dat stuur. Ga normaal doen. Goed zo. Nou, kom op. Groen. Groen, 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 groen. Dat is net zo'n lingo, weet je wel. Dat is een gaai in die ballenbak. Groen, groen. DHL. Ja, ik zie van alles. Kom op. Goed zo. Hup, en naar links. Hup, opzouten voor mijn mel. Kom op. Deze moet ik even invoegen in rechts. Ik hoop dat die gozer dat ziet. Maar ze laten me nooit toevoegen. Ze laten me nooit toe. Nee. Nee, ze doen het niet. Zie je? Oké, dan niet. Ja, hij laat het toe. Mooi zo. Waarom ik op mijn remmen ging, weet ik niet. Maar hier gaan we naar rechts. Richting Bratislava, dat klopt. Oh, mooi bochie. Oké. Apart dit. Ook zoveel volk die buiten loopt. Ja, ik snap dat je niet om... Nou ja, het is bijna 9 uur. Maar ja, ik vind het raar dat er geen volk loopt. Weer rood. Grote slava. Huppakleven! Wel leuk om een keer zo te rijden, toch? Heel apart hoor, dit. Zo rijden. GTA-stijl, weet je wel? Een beetje GTA dit, zo. Hè? Weet je waar? Zo, heel apart hè, om zo een keer te zien vanaf de bovenkant. Ja, we zitten natuurlijk altijd in de cabine. Dat is wel het meest realistische, weet je wel. Oké, we zitten nu weer hopelijk op de snelweg. We gaan dadelijk richting Bratislava. En dan kunnen we binnen 7 uur kunnen we er zijn. 90 km per uur, oké. We onthouden het. Nog 460 km gaan. Wel nog een hoop, hè. Als ik nog een aflevering hierna maak, dan hou ik het nog wel een beetje spannend. Dat wel. I'm walking on sunshine. Dat is echt serieus de derde keer dat ik dat nummer ook keer zing in mijn vrachtwagen. Ik ben gewoon vrolijk door de natuur, weet je. Die spoort mij gewoon aan om dat nummer te zingen. Van Vincent, jij mag, dat zegt de zon, Vincent, jij mag walking on sunshine zingen. Dan zeg ik van dankjewel, mijn heer. En dan ga ik schreeuwen en blaren in mijn vrachtwagen. En dan denken sommige mensen, ah, hou je kop en rijd door. Maar sommigen denken, weet je wel, dat is wel heel lief. Oké. We gaan naar rechts. Waarom? Omdat we dat moeten. Niet allemaal van die vragen stellen. We gaan hier namelijk naar richting Bratislava. En we mogen hier maar 40 kilometer per uur. Dus gaan we allemaal weer flink op je remmen. En dat busje ook voor me met zo'n Slovenisch... kenteken. Ik ga lekker bumper kleven en die remmen! Ik had niet hoeven remmen, ik weet het. Maar ik deed het uit voorzorg, weet je. Dat je geen schade opneemt bij jezelf.
En dat je zeg maar geen botsing maakt en weer 400 euro boete moet betalen. Uit het niets weer, weet je wel. Oh, sorry. Eigen schade, maakt niet uit. Mijn stuur is toch niet... hij is toch een beetje overstuur. Dus dat maakt niet uit. En we gaan op de A6. Met bijna 60 km per uur. Het is spannend, want we moeten nog wel 435 km. Dat is best wel wat. Dat is best nog wel lang, want het duurt nog best wel 7 uur, jongens. 7 uur lang. Dat is echt wel heel krap, hoor. Nou, we gaan ons best doen. We gaan kijken hoe ver we komen. Mooie zandheuvel trouwens. Ik zie links zie ik nog een klein dorpje. We hoeven ook helemaal niet te tanken. Dit halen we makkelijk. Nou, we halen dit makkelijk. We gaan eerst richting Bratislava. Dan zijn we in ieder geval wel een stuk dichter bij onze bestemming. Bratislava is wel echt een heel bekend plaatsje als we het hebben over Slovenië. Voor mij is het Slovenië. Of Hongarije komt daarna, denk ik. Ik weet niet 100% zeker. Wel ook leuk. Budapest. Oh, oké. Okay. Dat ken ik ook wel. In de hoop dat ik niet te hard ga. Dus ik doe hier lekker mijn cruise control aan. Precies op 100 km per uur. Nou, kan niks misgaan, toch? We gaan hier naar rechts. Richting Budapest. Ik ga met 100 door de bocht. Ik vertrouw erop dat ik die bocht ruim neem. Dus dan zou die op zich niet hoeven kantelen. Dat heb je als je echt scherp een bocht neemt, weet je wel, een keer dat stuur omgooien, nou dat vind ik niet leuk. Parkeren, 100 meter, nou dat hoeven we niet. Ik blijf gewoon op de rechte baan, dus voor de vrachtwagens. Ik hou me gewoon nu een keer aan die regels. Aan die echte regels, weet je wel, aan die verkeersregels. Ah, het is toch veel fijner overdag rijden. Ik zeg het bijna elke aflevering, maar het is ook gewoon zo hoor. En er gebeurt niet zoveel. Ik vind het fijn, want het is een heerlijk relaxed ritje. Het was gewoon eens even ontspannen. We hoeven niet altijd te voeten op bezoekers. Hè? En, Oké, dat ging niet helemaal goed. Ik ben benieuwd hoe mijn vrachtwagen staat. Wacht. Ja... Hoe komen we hier nou weer uit? Ja! Kom op! Ja, je kan het! We moeten dit halen, jongens. Om die wegenwacht te hebben, hebben we geen zin in. We moeten het zelf redden. Holy shit. Ik ben bang dat we de wegenwacht moeten bellen, jongens. Want dit is echt... Oh! Wat? Ja, gaat het lukken? Ja? Kom op! Vin, je kan het! Kom op! Jongens, het wordt te donker ook hier. Oh, wat somber. Wat somber dit. Nou, we hebben wel Bratislava ontdekt. En we moeten onze vrachtwagen repareren. Nou, wat doen we? We gaan naar de service. En we gaan even dit allemaal aanvinken. Dat staat allemaal aangevinkt. En we zeggen repareren. Huppakee, de vrachtwagen is gerepareerd. Nou, dan gaan we verder. Spuiterij hoeven we niet te doen. En we vertrekken gelijk. We hebben gelijk Bratislava ontdekt. Nou, superleuk allemaal. Oké. F5. Ik moet weten waar we naartoe gaan. Waar is onze... Waar moeten we heen? Mijn TomTom zegt nog helemaal niks. Ja, dat we in Bratislava zijn. Meer weet ik niet. Oké, ik ga weer helemaal de verkeerde kant op. Dat zou je net zien, hè. Omkeer, ik weet het, Vince.
We kunnen hier niet omkeren. Kijk wat er achter me staat. Wat voor groot pokkerding ik heb. Oh, jongens. Ja, het duurt nou nog langer voordat we er zijn. Aha. Nou, gelukkig ligt het niet helemaal op zijn kop. Anders had ik nog meer schade. Oh, hij rekent al een nieuwe route uit. Mooi zo. We zitten wel in Budapest. Een nieuw plaatje wat we hebben ontdekt. Ik ga niet door rood, jongens. Ik wil het niet zomaar opgeven. Weet je, van oh, ja, nou, we rijden maar gewoon door. Maar we moeten wel helaas de aflevering splitsen. Helaas. Helaas. Ik had het beloofd, ik weet het. Maar ja, het gaat niet anders. En er lopen mensen hier, die maken me toch hallo mevrouw. Ik ben zo vrolijk, ik ga hier naar links. Huppakee. Een leuk plaatje, Budapest, zeg. Bistrika. Ik volg die vrachtwagen gewoon lekker. Huppakee. En zo zie je ook nog eens wat van de wereld, toch? Hè? 50 km per uur mag je hier. Oké, ik mag nog een klein beetje doorgassen. En dan zeggen we de cruise control op de 50. Huppakee. Ik ga hier naar voren. Dus ik hou gewoon dit tempeltje aan. Ik vind het helemaal mooi. En ja, vanaf Budapest gaan we natuurlijk richting onze bestemming. Het is niet anders. Het wordt ook een beetje donker hier. Een beetje rot weer. Terwijl het hier nog gewoon licht is. In mijn cabine wordt het een beetje rot weer. Dat we het daarop houden. Wat hebben we nou? Dus dan maak je toch nog wat mee, joh. Hè? Dat is verdorie, zeg. Gelukkig niet over de kop. Zo. Nou, hier gaan we naar links. Ik wacht even netjes en hier gaan we ook de video afsluiten. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Een spannende aflevering op het einde toch nog wel. En tot de volgende keer. En dan gaan we zeker de rit afmaken. En ik hoop dat we nu wel een keer bij Hongarije uitkomen. Doeg, mensen!